Hoe zijn je handen? Ziek koud, echt. Ja, het ziet gewoon mooi eruit, maar het vriest sowieso gewoon. Gaat ie hoor. Ben je aan het schelden, maat? Zo, ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen zien, jongens, want het is 7:15. Dat betekent dus dat het pikken donker natuurlijk is hier in december. En ja, zoals elk verhaal start ook dit verhaal. Gewoon, er was dus lang geleden een plan om te gaan vissen met deze man. Dat ruim toevallig, dat was niet de bedoeling. Maar ik ga vissen met Joey. Joey Kouwenhoven precies te zijn. Dat is een maat van me, al heel lang contact mee. We hebben al zo vaak gezegd van joh, we gaan samen vissen. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè. Dat komt er dan nooit van. Maar goed, ik ben onderweg. Over 10 minuutjes ben ik bij hem. Dan hoop ik dat hij zijn spullen klaar heeft. Dan gaan we die in de bus gooien. En dan karren wij samen naar het Franse land om achter de dikke karpers aan te gaan, jongens. Want dat is het doel. Allebei het jaar even afsluiten met een prachtige winterbak. Hopelijk gaat het lukken. En ik zie jullie zo meteen. Later. Het is prachtig. Joey is bij zijn ouders. En hij is als de dood dat ik hier natuurlijk ga filmen. Nou, hij vlucht gelijk. Jasje aan. Goddomme. Yo! Jij is een lekker film, jongen. Ja, dat weet ik. Heb je zin in? Ik had niet anders verwacht. Nee, klopt. We gaan je zooi pakken. Je bent gezellig bij jou, dus lekker. Moet je even binnenkomen? Ja, als je het aandurft, jongen. Ik heb camera mee, hè. Dit is de place waar het allemaal gebeurt, jongens. Dit schilderij zegt sowieso genoeg. Lekker muziekje erbij. Hij heeft barretje gemaakt daar, hè? Tuurlijk, kijk dan. Netjes. Netjes. Ah, spullen liggen klaar, die gaan we eens even in de auto gooien, jongens. Nou, doe me in ieder geval goed om te zien dat Joey ook gewoon een gezonde man is, hè. Want we hebben hier gewoon gehaktballetjes, kipfilet, ertjes, gewoon Hollandse maaltijden, jongens. Even bijtanken, jongens. Ik kan ook wat energie gebruiken. Hij doet het niet, wat is dit? Monsieur! Misschien moet je hem even vragen of hij wat doet. En? Ja, achteraf betalen maar. Maar werkt het niet, Eerland? Oké, jongens, we zijn aangekomen. Het is alweer bijna ochtend, we zijn kapot. Dus wat we nu gaan doen... Sorry voor de lamp. Is even de spulletjes in een boot gooien, boot opblazen. Naar de stek varen en dan zo snel mogelijk stretchen neer ploffen, want moe dat zijn we zeker. Dus we zien jullie morgenochtend, jongens. Wel rust. Zo, even in een recordtempo die tent opgezet. Snel wat voeren en dan duiken we ons slaapzak in. Het is 4:30 geweest, jongens. Ik zit eindelijk in mijn tent. We hebben net een voerspoor getrokken wat Marcus neergelegd en het regent keihard. Het is nu al heerlijk afzien in de eerste paar uurtjes dat we aan het water zijn. Ik duik mijn slaapzak in, ik zet geen wekker en het voer ligt toch op zijn plek. Dus we doen morgen rustig aan. Dus nu echt wel rust, jongens. Zo, hele goede morgen, jongens. Het is 11:15. Dus we hebben even lekker uitgeslapen. Maar ja, jullie zagen het 4:30, 4:45 lagen we in bedje. En wat een weer was het vannacht, hè. Gadverdamme. Echt één grote bak met regen, maar we lagen droog. Joey is op de achtergrond alweer met zijn hengeltjes bezig. Fanatieke man deze man, hou ik van. En ja, we gaan rustig gewoon de spulletjes maar eens even klaarmaken. Dan gaan we zo eens even het strijdplan uitleggen. Ik moet zeggen, jouw spullen zien er allemaal als nieuw uit. Oh, ik vis ook niet zo veel. Nee, hè? Iets minder gaan vissen. De laatste vis in april, man. Meen je? Ja. Zo. Maar we even een beetje verpakken. Nou, een string aan deze man. Oké,
Oké, Joey, hengeltjes zijn volgens mij bijna klaar. Ja. Wat is het plan? Het plan is dat we 4 hengels op de strook gaan leggen die we hebben aangevoerd. Jij 1 daar buiten, ik 1 daar buiten. Chots. Nou, hengeltjes zijn dus klaar. Ik ga nu eenmalig de rubberboot in. We hebben dus gisteravond, dus eigenlijk gisternacht was toen we aankwamen, 2 markers neergelegd over het midden van het water. Een voerspoor getrokken met van alles en nog wat. Er zitten maden tussendoor, boliekruim, noem maar op. Lekker fijntjes en attractief. Ik ga op de laatste marker liggen, dat ik goed de lijn kan zien. Dan gaat Joey met de voerboot varen. En dan kunnen we exact de hengels gaan klippen op de lijn waarop we gevoerd hebben. En dan kunnen we daarna gewoon alleen met de voerboot heen en weer varen en verstoren we het zo min mogelijk. Ga eerst Joey's hengels doen, dan wisselen we van positie. Gaat Joey de boot in en dan ga ik mijn hengels checken. En dan liggen we zo te wisselen, jongens. Net aan het ontbijt, jongens. Ja, wat zal het zijn? Zilt? Of is het wel karper? Echt? Oh, we zeiden het net, hè? Schiet die los?